Yes, ik kan je nu alvast vertellen, dit wordt een legendarische video. En waarom? Luuk Steen maakt zijn debuut op Toezani TV. Super tof dat je er bent, man. Hierachter heb ik een basket. Ja. Dit wordt jouw eerste challenge. We gaan de gekste challenges ooit doen, dus blijf kijken. Als jij hem in één keer daarin krijgt, ga ik ervoor zorgen dat iedereen die nu aan het kijken is, op jouw kanaal gaat abonneren. Zo. Eén poging. Eentje? Eentje. Let's go, Chris. Ja. Oh, yo. Hey, ik vind nog steeds dat hij een abonnee verdient, dus klik maar even kijken, waar is dat? Daar toch? Ja, daar. Klik daar, abonneer op deze man, heeft hij toch verdiend. Let's go, we gaan naar de volgende challenge. Ik doe hem even open voor jou, kijk eens. Kijk. Je was dichtbij. Ik was heel dichtbij, maar dat telt erin bij Jeu de Boel. Ja. Hey, dan kan ik er niet tegen, hij moet er gewoon in. Goeiedag. Hoe is het? Ja, lekker. Smakjes ook. Hé, we hebben hier de legend, Luuk Steen. Heb je het gezien? Ja, ja. Dat is niet normaal, hè? 50 plus en ik weet het. Oh ja, dat is heel bijzonder. Dat, ook hier geldt, als je hem in één keer raakt, ja. Iedereen die op mij geabonneerd is, moet op jou abonneren. Zo. Hey, dit is wel druk, man. Maar we gaan het doen, let's go. Let's go, glitch in the game. Wow, yo, beste optie, gruwelijk, man. Keihard, doe het er nog een keer. Je weet wat je nu te wachten staat. Gewoon abonneren. We gaan door naar de volgende challenge, want deze man is nog lang niet van mij af. En jullie ook niet van hem. Let's go. Let's go. Oké, man, we gaan naar de volgende locatie. Maar Luuk, hoe kom jij zeg maar tot die truc? Hoe is het bij jou ontstaan? Ik ken de truc al 10 jaar, 11 jaar bijna. Bijna 11 zitten we nu al. En op de middelbare school ben ik er eigenlijk achter gekomen. Ik heb altijd een bal mee naar school, altijd bal mee. Op een gegeven moment waren we op zo'n pleintje en er was zo'n basket, die stond een klein beetje hoog. Ik weet niet hoe ik erbij kwam, maar op een gegeven moment, ik was aan het kloten gewoon tussen mijn benen en op een gegeven moment had ik hem daar. Op een gegeven moment dacht ik van, hé, dat is wel geinig om. Ik kon hem een beetje over mee. Op een gegeven moment stonden we daar. Ik 10, 15 keer proberen, ging hij erin. In die basket. Hadden we uiteindelijk gepost op Insta. Kon net aan, kon je een videootje uploaden. Weet je wel, van 15 seconden. Ja, nu kan je gewoon minuten lang. En toen kon je gewoon net van 15 seconden. Ja, die video duurde ook 15 seconden. En zag je ons helemaal losgaan daarna. En die ging best wel viraal op gewoon onze school, andere scholen en zo. Dus toen dacht ik van, ja man, ik kan hier wel wat mee. Maar jij bent ook echt een voetballiefhebber, hè? Want dat zie je ook niet vaak, hè? Dat iemand die met trickshots bezig is, ook echt een voetballiefhebber Echt een voetballiefhebber. Wie is jouw nummer 1? Messi. Ja? Ja. Waarom? Ik vind hem gewoon als ik... Je weet dat ze nu aan het spammen zijn in de comments van... Ja, Ronaldo. Yeah. Nee, maar ik respecteer Ronaldo zo erg. Ik denk dat ik hem als persoon misschien meer mag dan Messi. Maar ik vind Messi gewoon beter. Qua hij is een prime met Guardiola, dat eigenlijk dat 2010-team, vond ik. Als hij die bal heeft, die bal blijft gewoon plakken aan zijn linkervoet, zeg maar. Hij heeft eigenlijk de beste truc, de makkelijkste wil ik niet zeggen, maar gemasterd. Gewoon de body feint. Hoe die Marcelo één keer stuurde, weet je wel, dat hij zo deed en Marcelo ging gewoon naar de andere kant van Spanje. Ja, maar je precies ook in bedoel. Die basket van daarnet die we hebben geshout naar boven en naar beneden, ja. Gaan we op het dak plaatsen. Dit is wel categorie, dit kan je niet zomaar in één keer. Hier krijg je wel een paar pogingen voor. Oké, hard. Ik ga jullie laten zien hoe hoog dit is. Ik ga echt mijn best doen. Let op. Wat ook belangrijk is, moet ook droog maken. Hij heeft te maken met wind, hij heeft te maken met hoogte en hij heeft te maken met nattigheid. Gladheid, ja, nattigheid. Shout out naar CSU trouwens. Hij raakt gewoon die paal. Hey, we gaan het zo meteen erover hebben, maar je hebt gewoon serieus ook bij een profclub gespeeld, hè? Ja, klopt, man. En toen ging het helemaal mis. Dit is een cliffhanger. Legendary people hebben altijd legendary stories. Met heel veel ups en downs. Als je valt, sta je op. En als hij staat, valt hij op. Accepteer de punch. Zo, accepteer hem. Let's go, we gaan gelijk door. Wacht even, hier. Zag je dat? Dat aan mij er nooit zijn overkomen. Ik had het er zo in gedaan. Hij zegt, ik had hem zo erin gedaan. Doe even het geluidje van Mario Bros, meneer de editor. Wow! Zo
bijna back in the game, boys. Wow! We gaan even gek in de game, let's go. Wat? Hoeveel scheelt dit aan Toesie? Dit is niet gegund, man. Besef die herhaling. Hij bleef daar gewoon chillen. Hij bleef daar gewoon chillen, hè? Hij gunt jou gewoon niet. Het waren die voetbal. Wauw. Ik weet dat je met druk kan omgaan, maar bro, je hebt nog maar één poging. Allee, let's go. Ja! Ja toch! De assist! Legendary back in the game! Maar hij heeft hem gewoon, man. En wanneer? Wanneer de druk het allerhoogst is, had nog maar één poging. Eén! Niet twee, maar één. Luc, ja. Ik weet niet of iedereen dat weet, ik wist dat niet. Maar jij hebt al echt een gekke tijd achter de rug. Jij wil heel graag profvoetballer worden en je speelde gewoon tot je 18e nog, of 19e zelfs. 19. Bij een profclub. Ja. Bij een club waar Ruud van Nistelrooy ook weer rond die leeftijd speelde. Maar jij speelde precies daar waar Van Nistelrooy speelde. Ja, klopt. Waar is het fout gegaan? Ik zeg eerlijk, we hadden een laatste training en ik kwam daar bij FC Den Bosch. En die trainer zei tegen mij, oké, Luc, als ik jou hou ik jou voor het eerst uiteindelijk. Want, we moeten snel een doorgang hebben van jong naar FC, van jong naar 1. Op een gegeven moment kwam hij de kleedkamer binnen en zeiden ja, dan gaan de volgende week jongens met 1 mee trainen, meedoen en dat soort dingen. Dus toen dacht ik, yes, dit is mijn moment, tijd om te shinen. Maar we hadden nog 1 training. Toen had ik helaas, aan het eind van die training had ik een schouder uit te komen. En ik wilde eigenlijk helemaal niet trainen, ik wilde eigenlijk herstellen. Ik had een klein beetje last van mijn lies. Nou, die fysio zei dat er helemaal niks aan de hand was. Heel raar, weet je wel, hij kon het beter voelen dan ik blijkbaar. En toen ben ik uiteindelijk toch gaan trainen, want ik dacht van ja, weet je... Dus je hebt niet geluisterd? Nee, man. Slechts op. Dus een hele goede les is altijd luisteren naar je gevoel. Had ik niet gedaan, toen gebeurde dat. Toen moest ik ook weg daar gelijk. Want ik had nog 3 maanden eigenlijk daar om te spelen. En die blessure om helemaal te herstellen duurt 3 maanden. Ja, toen moest ik helaas weg. En toen ben ik niet meer naar profclub gegaan, maar gewoon naar een amateur. Gewoon wel eerste. Gewoon wel hoog derde divisie, tweede divisie. Ja, toen kreeg ik de een na de andere blessure, man. Meniscus gescheurd, kruisband gescheurd. Okay, kruisband is gewoon 9 maanden minimaal, hè? 12. 12 ja. Wow. Weet je wat het mooiste is van dit allemaal? Je hebt 1. Je hebt een verhaal dat je altijd bent gaan doorzetten. Ja. En 2. Zonder dit allemaal hadden we geen glitch in the game. Zo. Ja. Dat is wel zo. Ja, maar wij delen hetzelfde. Ik heb zeg maar, zonder die pin in mijn rug was ik niet begonnen met freestylen. Ja. Zonder jouw blessa was je niet begonnen met glitch in the game. En nu? Zo. Speelt hij die game uit. Ja, volgende challenge. Dit heb jij. Net als dat je die bal nu hebt, dit heb jij ook. Kijk, achter je, dat is een bus. Er zit een badje op, een zwembadje. Ja, ja, ja. En het zit ook met water, want anders bounce die bal eruit. Je moet hem proberen in het badje te krijgen. In het badje. Maar die bus gaat wel heen en weer rijden. Dus dat is het moeilijke eraan. Je moet echt precies goed timen. Dit is lastig. Maximaal 10 pogingen. Dit is niet makkelijk. Die basket staat stil. Snap je? Laat even in de comments weten hoe vaak wij zeggen, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Laat weten. Yeah. Let's go, glitch in the game. Oei, bijna eerste poging. Oké, je hebt 1 poging gehad, maar we laten nu even een beetje gewoon even de kijkers wat moois geven, man. Ja, is goed. Ja, gaan we samen hoog houden, 2 ballen. En dan gaan we nog een paar trucjes doen. Let's go. Let's go. Oh. In 1 keer. In 1 keer. Oei. Rustig aan. Zit. Omhoog. Nee, man. Oh, hij heeft hem! Geef eens iets. Natuurlijk hebben we hem. Ga door. Oh shit. Oh, dankjewel. Hey, volgens mij zijn we warm genoeg. Ja, we zijn warm genoeg. Jij bent warm genoeg. Ik ga niks doen. Jij gaat het doen. Oh ja, dat is waar. 1 poging gehad. Let's go. Nog 90 gehad. Let's go, hè. Let's go. Oké, schuif op. Niet normaal, elke keer raakt hij de rand. Oei. Net ernaast, dit is crazy. Auto, kom maar. Nee joh, ook de GoPro of niet? Hoe kan dat dan? Glitch in the game. Ja, hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet.
Ai, hij zat. We hebben teruggekeken. Ja, hij zat, maar hij stuit het weer eruit. Glitch in the game. Ja, dit is een echte glitch. Dus dat betekent dat hij ook, als je hem volgende keer gaat doen, gaat hij niet erin blijven. Dus ik heb een ander idee. Deur open knallen. Ja. Jij knalt hem gewoon in die bus. In die bus. Yes. Ja, is goed. En als het je lukt, spring je zelf ook nog in die bus. Ja, is goed. Yes? Ja, is goed. Pas op voor blessen, hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. We gaan gewoon knallen in die bus, man. Want badje gaat hem niet worden. Het is net alsof je een bommetje maakt en alle water is weg. Dat is wat er gebeurt. Oké, man. Let's go. Pas op voor blessen, hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Hoppa, ja, Toesie zei het al. Hij hoeft niet eens te kijken en hij zit erin. Hij zat er ook in. Shout out naar jullie, shout out naar Toesani. En naar de cameraman, let's go. Oh ja, Koen Zitoen is er ook. Gezellig, hè? Beste optie. Yes. Laat even zien wat op je rug is. Waarom doe ik het ook? Ik heb vandaag een paar keer bij hem in de lucht geschoten. Hij pakt hem gewoon. Hè? Ik weet wat hij doet. Jij weet dat, als ik nu in de lucht schiet en jij vangt hem niet, ja? Gaan we op jouw peunen aan, Mattie. Dit is zo nonchalant. Op jouw peunen aan, Mattie. Zoals de rest. Peunen aan, Mattie! Peunen, durf je of niet? Oké. Maar gewoon met mijn handen. Ja, met je handen. Zo, het was zo. Zo. Ja. Oh! Oké. Yes. Maar de vraag is... Nu mag ik peunen op jou aan, Mattie. Zeg je het nog een keer? Ja. Die harde bal van Luc Steen. Ja, maar ik heb geen handschoenen aan, toch? En maar die bal is hard, hè? Ja, daarom. Zal ik als eerste gaan? Ja, ga jij maar als eerste. Ja? Jij gaat lief doen. Hey! Niet snel iets van Roosendaal. Die bal naar voren. Heel schijk. Bro, ga staan. 5 meter, eerlijk. Chat Koen staat daar te wachten, we gaan gewoon vol. Toesie zegt, ga mij vol, dan gaan we vol. Jullie willen het ook zien. Shout out naar Koen natuurlijk, maar we gaan gewoon vol. Ah! Oh! Koen, op even waar die bal heen vliegt. Mijn kop! Wat die? Mijn bil! Echt een pijn! Hoe kwam dat? Hoe kwam dat? Hij ging met mij peunen! Hey, luister dan. Ik zeg je geen punt. Weet je wat erg is? Eentje was op mijn rechterbil, eentje op links. Ja, daarom. Anders wordt die ene bil jaloers. We hebben je gespaard. Oh, gespaard? Hij zegt hij maar gespaard. Ja. Grapje. We zijn gewoon volgegaan natuurlijk. Ja, wel best optie. Probeer eens een keer zo'n truc, probeer eens. Hoe ziet dat eruit? Oké, let op, hè. Oké, nog een keer. We mogen nog een keer peun op hebben. Wat? Doe jij eens? Jij kan. Ja, ik heb hem al gedaan. Raar, hè? Hey, die was niet verkeerd. Kom, we gaan, maar we moeten naar de volgende locatie. Ja, best volgende locatie, we gaan door. Ik werd helemaal gek gemaakt door berichtjes van, ga met Luc Steen. Ik denk, de hype is real, man. Ja, man, ik... Hoe is het met jou gaan dat het zo... Het is echt gewoon... Op een gegeven moment zaten we erin, ik en C, zaten we erin. En het ging zo snel, 3.000-4.000 volgers per dag. Ja. We hadden op een gegeven moment 32 miljoen weergave in een maand of zo. 32 miljoen? 32 miljoen. En dat was, volgens mij 28 miljoen was Nederlands. Gewoon dubbel Nederland bijna. Zo, mensen keken het ook gewoon elke keer opnieuw, denk ik. Ja, precies. Je ziet wel eens dat iemand per ongeluk bekend wordt of zo, maar ik denk dat jij veel uren hebt versleten op straat. Ik heb heel veel uren. Okay. Dus wat ik deed, ik werd wakker, geen ontbijt, niks. Ik ging gelijk naar het veldje. Gewoon gelijk. Dus je moet beseffen, je wordt wakker, je kleren liggen op de grond, je doet gelijk je kleren aan en binnen 5 minuten ben je op het veldje al. Wacht, zo mij te roepen. Geen tanden poetsen, douchen? Nee, niks. Ja. Want ik dacht, ik kom toch niemand tegen. Er was ook bijna nooit niemand, snap je? Ik kom toch bijna niemand tegen. Ja, kijk, okay. Nu wel. Ja, snap ik ook wel. Ja, ik ruik ook gewoon dat je fris bent, hoor. Alleen maar op het veldje. Terug, mobiel was leeg, weer opladen, even eten, douchen, weet je wat dan wel. Want dan moet mijn telefoon toch opladen. Deed ik al die dingen, was hij weer rond de 80-100%. Hoppa, weer naar het veldje. Ja, jij hebt me echt nog nooit echt goed zien spelen op het veld. Maar ik als linksback, kijk, andere precies, ik kan het wel spelen, maar linksback, ik weet de game. Kijk, ik zweer. Kijk, man. Ja. Dus ja, je sorry dat ik lach, want ik neem jou heel serieus, hè. Maar gewoon wie dat dan weer brengt, hè, toch? Ja, thanks. Dat heb je echt gek gedaan, man. En ik weet nog één keer, ik zie daar een bus met Feyenoord, dat was heel toevallig. Ik speelde tegen Feyenoord in de C1. Toen was het nog C'tjes, dat was ongeveer onder 13, onder 14. Ja, ik stond daar zo, dat was ongeveer net voor de wedstrijd. 2 minuten, weet je, scheids een beetje alles aan het klaarmaken. En ik zie 4 boys op een rij, zie ik daar zo staan. Of zelf 5. Die 5e kwam later naar de rechtsbuitenpositie lopen. Ik stond links.
flashback. Stonden ze met z'n vieren vol naar mij zo te wijzen en uit te lachen, weet je wel. Gewoon van, ah, weet je wel. Ik pak hem wel. Ja, ik pak hem wel. En toen deed ze naar zijn mattie zo van, ah, weet je wel, easy. Dat gaf mij zoveel motivatie. Ik heb hem helemaal kapot gespeeld. Weet je wat we na de wedstrijd deden? Ik lachte met die gasten die guy uit. Nee, dus die, met die spelers van Feyenoord. Met die spelers van Feyenoord, omdat ik hem helemaal in mijn zak had. Zat hem uit te lachen, broer. Wow. Hij ging kapot. Oh, en zo zie je maar. Je moet iemand, ten eerste moet je een boek nooit beoordelen op zijn kaft. Die raadsel van dat ik je kan laten zweren zonder dat je het door hebt. Misschien. Misschien? Ja. Dus jij hebt hem gehoord? Ik weet niet zeker. Oké. Stel je loopt in een woestijn. Ja. 100 meter. Ja. En op een gegeven moment moet je kiezen, naar links of naar rechts. Waar ga je naartoe? Rechtdoor kan niet? Rechtdoor kan niet. Rechts of links? Rechts. Ja, dag, deze keer joh. Nee. Oké. Oprecht niet. Zeg eerlijk, ken je hem? Nee, ik ken hem niet. Echt niet? Nee. Okay. Ik ga dan naar links, ja. Oké, laatste dan. Je gaat weer 100 meter. Je kan naar links of naar rechts. Waar ga je naartoe? Ik denk rechts, man. Ja, dag. Wat dan? Ik ga eruit doen, klaar. Hé, wat dan? Ik ken deze al, eerlijk. Nee. Eerlijk. Nee, ik zweer. Hey, man. Hey, zo is je even, man. Hey, jij even, man. Dit heb ik met Robin van Persie gedaan. En met Shaquille van Persie. En Lieke Martens. Wij zijn op de Lijnbaan. Ja. Dit is de meest kende winkelstraat van Rotterdam. We zijn in het centrum. Ja. Zometeen gaan wij hier op het dak. Van de ene kant naar de andere kant gaan we hem in de basket krijgen. Zo, deze is legendarisch, man. Wees zo, man. Wat man. Hey. Push it to the limit, bro. Push it to the limit, man. Ben je in de game? Ja, bro. Okay. Ik ben sowieso in de game. Oké, let's go, man. Let's go, glitch in the game. Dit is waarvoor ik voetbal gewoon. Hey. Challenges gewoon. Uitdagingen. Oh. Bro, heb je ook nog nooit meegemaakt. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, man. Het dak gaat eraf, maar dat kan niet. Dat is vallig naar beneden. Ik ga niet eens pogingen geven, maar je gaat het gewoon doen, bro. Ja, hè? Je gaat gewoon, ga gewoon en we zien het wel. Let's go. Ja, eerste bal is gesneuveld, hij ligt daar zo. Ja, ik kan de handstand denk ik ook zo ver, man. het is game over, man. Koen belt mij en hij zegt, hij heeft iets belangrijks te zeggen. Yo, bro. Ja, ja, we horen je. Ik denk dat ze hem weg moet gaan, man. Waarom? Ik denk, mensen beneden, die zijn een beetje klagen. Wat, politie? Ja, dus ze gaan de politie bellen. Nee, ze vinden het een beetje spannend wat wij doen. Ze hadden de slechtste optie, hoor, dat ze de politie gaan bellen. Echt de slechtste optie. Hij zou net zijn wereldrecord gaan zetten. Ja, man. Maar hoe gaan we die ballen terugkrijgen dan? Ja, of... hij denkt alleen aan zijn bal. Dus even serieus, politie komt eraan? Ja, politie gaat komen. Maar ik ben Matties met politie, dus geen probleem. Ja, daarom. Oké, wat zeg je? Wacht tot politie komt, wat wil je? Maar we kunnen misschien op het pleintje een wereldrecord pakken. Moet je wel eerst een bal hebben. Ja, dat klopt. En de gripbal ook. We zijn back in the game. Letterlijk back in the game. Esso naar deze man heeft mij een cadeautje gegeven. Ik heb trouwens straks ook een cadeautje voor jou, hoor. Echt? Ja, natuurlijk. Ga ik jou met lege handen terug laten gaan? Tuurlijk niet. Als einde gaan jullie mijn cadeau zien aan hem. Maar nu eerst zijn cadeau aan mij. Zo, hij staat je wel goed, man. Bro, ik ga je één ding zeggen. Geef die bal eens. Ja, eer. Nu ik deze aan heb, nu kan je in de game. Dat is de hele glitch. Oh! Oh, jij. Eerste poging, Touzani heeft er bijna. Je mag zelf bedenken wat je gaat doen, man. Ja. Afstand en zo. Ja, is goed. Of eerst eentje hier, dan eentje in het midden en dan eentje ver. Wat jij wil, bro. Ja, is goed. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, let's go. Let's go. Ja, sowieso. Let's go, glitch in the game. Zo, dat was bijna al gelijk erin. En we zijn alweer back in the game. Let's go. We gaan eerst schieten op het bord, dan vangen en dan Luc Steen erin. Let's go. Dat was hem bijna. Let's go, we gaan door. Als je denkt dat we tot middernacht bezig zijn, dat is niet zo. Zoals jullie weten, het wordt heel snel donker. Al vanaf 5 uur wordt het donker. Ja, daar is hij niet. Wat? Ai. Bijna in de game. Shout out naar Touzani, hij gaat eventjes in de game. Let's go. Dit is hem. Wauw. Back to back.
Back in the game met Touzani. Zo, jullie weten het. Zonder die merch kom je niet in de game. Haal die merch. Shout-out naar Touzani. De beste optie ever. Dit is de beste optie. Touzani is net gelukt. Wij gaan het ook even doen. Let's go. Shout-out naar jullie. Ga je nooit halen. Nee? Oeh. Dat kan ik je zeggen. Jij hebt veel dingen vandaag gedaan. Ja. Echt bijzonder. Ik wil dat je zometeen vanaf hier probeert. Echt van deze afstand. Het is donker, het is glad, het is nat, er is wind en het is van heel ver. Ja. Ik denk niet dat het je gaat lukken, maar als je mij wil helpen, ik wil een mooi einde van deze video, geef me dat cadeautje. En weet je waarom? Nou. Ik wil een cadeau voor jou. Gooi eens een pakketje. Bam. Ja, je kan niet zeg maar aan mij dingen geven en dan zelf niks krijgen. Dat gaat niet. Hè? Ja. Trainingspak. Ik heb alleen maar outfitjes voor jou. Zo. Alleen maar outfitjes voor jou. Waarom? Je hebt het verdiend, maar als je het echt wil verdienen, krijg je mijn cadeau in. Terug. Ja, ja, ik moet gaan, man. Ik moet even de... Ik heb een show. Yo. Ik ga je een cadeautje geven, man. Komt helemaal goed. Blijf kijken, hè. Waar kun je deze bestellen? Luxsteen.nl, de merch. Shout out naar Touzani natuurlijk. Ik ga hem dat cadeautje geven, want dat is het minste wat ik kan doen. Let's go. Toezi, die was voor jou, man. Bijna. Dit is hem, back in the game, Touzani, die is voor jou. We hebben Let's hem. Go! We hebben hem.